De filmmaker en regisseuse en producent Ida Does heeft drie van haar documentaire films over het Surinaamse slavernijverleden in een DVD-box vervat. De titel van deze DVD-box is Levend Verleden. De presentatie van de DVD-box heeft vanmorgen plaats gehad in het Nationaal Archief. De films belichten belangrijke episodes uit de Surinaamse geschiedenis en zijn deels ook opgenomen in Suriname. De Drieluik bestaat uit drie vrouwen over slavernij en vrijheid, Amsterdam, sporen van suiker en vrede en herinneringen aan Anton de Kom. Ellen Rose Campbell heeft een belangrijke rol gespeeld in de laatste productie van Ida Does, Drie vrouwen over slavernij en vrijheid. Zij vervatte haar presentatie in een brief aan haar bedovergrootmoeder. Lieve oma Terza, ik noem je oma Terza, maar de naam die ze je gaven was Maria Theresia. Die naam beviel je niet, want je veranderde je naam na de emancipatie in Terza. Dat is de naam waaronder je bekend stond in de slavenregisters, de slavennaam. Wat er ook is gebeurd, hoe je leven er ook uitzag bij de familie Campbell, één ding weet ik zeker. In 1856, je was toen 26 jaar, veranderde alles. Op 1 mei van dat jaar overleed eerst jouw oma Mimi, waar jij later jouw dochter naar hebt vernoemd, mijn overgrootmoeder. En niet lang daarna stierf Colin Campbell Jr. En op 22 juli 1856, nauwelijks een maand na de dood van Colin, werden jij en je moeder verkocht door de schoonmoeder van Colin. Was het acuut geldgebrek? Of kon ze eindelijk, om wat voor reden, van jullie afkomen nu Colin er niet meer was? Ik vraag me af of je wist wat je te wachten stond. Dagenlang roeien was ervoor nodig om aan te komen op de koffieplantage Krappahoek in Ikeri. Er was kort daarvoor een uitbraak van cholera geweest. En er waren 10 mensen overleden op Krappahoek. Ellen Rose Campbell, die een zoektocht heeft gemaakt naar haar verleden. Ze is blij dat ze een bijdrage kon leveren aan de documentaires van Ida Does. Volgens Rose Campbell is zij hiertoe geïnspireerd bij de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij. Dat ik dacht van, laat me weer eens even mijn achternaam intypen in Google en kijken wat het oplevert. En toen vond ik dus eigenlijk heel snel die naam in de archieven en dat ze eigendom waren geweest van die familie Charbon en dat ze op plantage Krappahoek, waar ik nooit eerder van had gehoord. En zo ben ik verder gaan zoeken. En je weet in het begin natuurlijk helemaal niet wat je gaat vinden en waar het toe gaat leiden. Dus dit is wel heel bijzonder. Ja. Nou, ik vind het soms wel moeilijk om bijvoorbeeld over de grachten van Amsterdam te lopen. En te weten van dat al die huizen bijna allemaal waren slaveneigenaren. En ik heb er met name moeite mee dat zo weinig mensen dat weten. Dat is wat me stoort. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren om die bewustwording op gang te brengen en die kennis. En goed, in Sassenheim is het gelukt, klein dorpje, maar goed, er staat nou een bord. Met de naam van de plantage Krappahoek en een uitleg erbij. Dus ze kunnen niet meer zeggen dat ze nooit hebben geweten. Rose Campbell had de eer om namens Ida Does het eerste exemplaar van de DVD-box Levend Verleden te overhandigen aan Cynthia McLeod, die ook een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de documentaires. U hoort ook Ida Does, die een videoboodschap had. Het blijkt dat als je eenmaal begint met onderzoeken, want je moest het zelf gaan onderzoeken, je gaat zelf op onderzoek uit. Het is de ergste vorm van verslaving die je kan bedenken. Je raakt er nooit meer van af. Dus ik ben misschien, hoe lang, 70 jaar geleden begonnen en ik doe het tot de dag van vandaag nog steeds. Je bent nooit klaar. Het gaat steeds door. En dat mensen het vastleggen, zodat het voor andere mensen, andere komende generaties, makkelijker is, beter is om erachter te komen hoe het was, dat is fantastisch. Dus dat Ida Does dit gedaan heeft en hiermee doorgaat en alle andere mensen die vastleggen wat ze weten en schrijven en het ook in een documentaire of op een andere manier in een film of in een lied vastleggen, dat is geweldig.
Ik ben erg geïnspireerd dat vandaag in Suriname deze DVD-presentatie plaats kan vinden. Omdat het eigenlijk al jarenlang een droompje is van mij om de, films die nu op deze DVD-box verzameld zijn beschikbaar te stellen voor de jeugd en voor scholieren. Wanneer je zelf al een jaartje ouder wordt, dan realiseer je hoe belangrijk het is om informatie en kennis en verhalen door te vertellen. En hoe belangrijk het is dat de jeugd daar kennis van kan nemen. Ida Does vanuit Nederland en daarvoor Cynthia McLeod. De filmmaker stelde films gratis beschikbaar voor scholen, geschiedenisdocenten en instellingen die zich bezighouden met het historisch erfgoed.